We hebben hier te maken met een aanrijding tussen een politieman en een scooterrijder hier op de kruising Talmaweg Abraham Kuiperweg in Dordrecht. Daarbij is de scooterrijder aangereden en zoals het er nu naar uitziet licht gewond geraakt. Hij heeft een verwonding aan zijn enkel en een verwonding aan de binnenkant van zijn mond, zoals het er nu naar uitziet. Maar ja, goed, het is een aanrijding met letsel, zoals dat heet. Dat betekent dat we de zaak hoger oppakken en de politie Rotterdam-Rijnmond die zal er onderzoek naar doen.